collega Karin, onze horecamanager. En een gedeelte gaat mee met Samantha Bartels, onze personeelsadviseur. Nou, dit is ook weer zo'n outlet. Hier doen we heel veel koffie met gebaksmarkten. Bij de andere outlet. En dat maakt het eigenlijk voor de medewerkers die in de horeca werken ook zo wisselend. Als het schip wel uitvalt. Biologische sapjes. Aan deze kant hebben we de klep of de bas, zoals het... Dingen worden daar gemaakt van de dessertkant. Nou, het spreekt voor zich, dessertjes komen daar vandaan. En je hebt de warme kant, die onder wordt verdeeld in entremetje en de rôti. Zo zijn we nu ook nog bezig met de verbouwing. Mensen die inderdaad eerder zijn geweest, stond, die weten hoe het eruit zag en hoe het er nu uitziet. We lopen nu even langs de Amand. Kunnen jullie even stiekem naar binnen kijken? Die zijn ze ook aan het verbouwen. De Amand is eigenlijk een grote plaat waar je behandeling op kan boeken. En dan kan je, word je ingezeept en gescrubbed. Dat is zo lekker. Mensen die in Turkije zijn geweest, die herkennen dat. Ja, lopen we langs. Heel enthousiast hier. Daar lopen we langs. Lopen naar buiten, lopen naar het saunaplein. Ik ga even kijken of daar gasten zijn, want anders kunnen we nog even kijken.
Wat ook handig is in het hotel, is dat wij als instructeurs, als wij de dag lopen, dan krijgen we tussen de middag kwijt. Alles erop ruikt, kroketje hier en daar. Dus dat kan goed, en s'avonds kunnen we er ook eten. Avondeten, nou ook gebakken. Hoe zullen we dat allemaal eens even voor doen? Allemaal gratis. Dus, ja, daar kunnen we gewoon. Angela Baars. Samen met mijn man heb ik Kasteel de Essenburger sinds 5 jaar onder ons hoede. En in Harderwijn hebben wij Best Western Hotel Baars in de binnenstad. Misschien dat iemand dat ook kent. Ja, jullie zijn voor aan het studeren voor iets in de recreatie. Wij zijn natuurlijk horecabedrijf. Dus ja, wat jullie gaan doen, dat valt binnen ons concept. Nou, Kasteel de Essenburg is een prachtige locatie, zoals jullie zelf al hebben gezien, als je aankomt natuurlijk. Het ligt er prachtig bij, de herfst doet zijn intrede, dus dat is alleen maar mooi. Nou, het kasteel is ook al heel erg oud. Er staat een heel mooi getal op de voorkant van het kasteel, dateert van 1652. Tegenwoordig noemen we het een kasteel. Nou, een van de landheren in de loop der tijd, vroeger was ze natuurlijk veel meer bezig met sociale zaken. Dus er zijn een aantal mensen die zich in een klooster aansluiten. Dus toen destijds waren dat... Jammer daarvan was het dat je niet zoveel in de praktijk leert. Dus dat vond ik altijd nog wel een beetje dat ik dat wel graag wou. Ik ben een half jaar op stage geweest naar Londen in een hotel. Als receptioniste. Het enige jammere daarvan was dat het hotel had 1019 kamers. En dat was in het midden van Oxford Street. En daardoor was mijn taak alleen maar inchecken, uitchecken. En je had 5 minuutjes voor de check-in en 3 minuutjes voor de check-out. Dus geen tijd voor iets anders. Of je moest ook de hele dag staan en gewoon werken. Dus het wordt een beetje lopende band werken. Op het moment dat iemand het pasje van de kamer het niet doet en de gast komt bij mij terug, weet ik niet meer wie het was. Ik ben natuurlijk begonnen als receptioniste onder begeleiding. En op een gegeven moment heb ik steeds wat meer taken voor mezelf gemaakt. Zoals bijvoorbeeld ook evenementen, flyers maken. We'll be right back.